Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Er is veel bewolking boven ons land en ook boven de Noordzee hangt nog meer bewolking. Dus dat betekent dat het voor de rest van de ochtend bewolkt blijft en af en toe valt er wat regen en motregen. De temperatuur ligt tussen 17 en 19 graden en wind waait vanuit het westen en trekt in de loop van de dag aan. Aan zee komt er een windkracht 5 te staan, boven land staat er een windkracht 3 tot 4. En de temperatuur vanmiddag hooguit 20 tot 22 graden. En ook vanmiddag is het bewolkt met soms wat regen, maar later in de middag wordt het droog. Vanavond is het ook eventjes droog, maar later vanavond volgen er weer nieuwe buien. En morgen zien we ook overwegend veel bewolking met af en toe een gaatje voor de zon, maar soms valt er ook wat regen. En het wordt 20 tot 22 graden en ook dan waait de wind vanuit het westen, maar is dan matig rondkracht 3 tot 4. En ook dinsdag is het overwegend bewolkt met soms een paar buien en de temperatuur daar verandert niet veel aan. Maar woensdag en donderdag dan wordt het weer beter, de zon komt erbij en de temperatuur gaat omhoog. Op donderdag wordt het 27 graden landinwaarts. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.